Het was een waanzinnig mooi stukje uit Fire and Fury. Dat boek over Trump nu is echt ontluisterend boek. En dat doet hij dus. Heet in zijn bed zitten die hamburgers te vreten. En dan weet hij, oké, het wordt niet vergiftigd. Want ik haal het van de McDonald's. Ja, ik ben ook een McDonald's fan. Ik zie dat je Instagram wel eens hebt. Wat heb jij voor iets moois gezien aan jurk? Ja, dat vind ik natuurlijk het hoogtepunt. Ik vind de muziek heel erg leuk, maar ik kijk altijd naar de jurken. Voor mij was Lady Gaga echt een hoogtepunt van de avond. Normaliter is ze altijd heel extreem. En dit vind ik vooral een heel mooi shot. Wauw. Dat je gewoon die achterkant ziet. Eigenlijk dat hele dramatische... Maar mooi dat je zegt, normaal is ze heel extreem. Dit is eigenlijk een broodjes... Nee, maar dit is meer een beetje Rihanna-stijl. Ik kom binnen en ik maak een mooi entrance. Ja, te gek, zeg. Maar toch, je ziet haar hoofd gewoon een keer. Je ziet ook hoe mooi ze eigenlijk is. En ik vind dit gewoon het kant in combinatie met die hele lange stoffen vind ik gewoon te gek. Is van Armani dat Privé. Dat ze zo stil blijft staan. Als... Ja, mooi, ja, hè? Ja. Dat is de pose die ze aanhouden. Maar ik vond haar heel erg cool. Heidi Klum vond ik ook er waanzinnig uit. Wauw. Ja, hier zijn de meningen een klein beetje over verdeeld. Nee, hoor. In het bloedordinair. Maar ik denk, als je zo'n waanzinnig lichaam hebt, als je zo lang bent, als je zo... Ja, en gewoon de make-up is heel rustig, de sieraden zijn rustig, dan kan je dit laten zien. En het is niet ordinair. Maar het is een beetje zo met je nachtkleding. Ook. Nou. Nee, jongens, dat is niet ordinair. Nou. Dat vind je het ordinair? Ja, dit is toch echt bloedordinair? Nee, dat vind ik dus niet. Okay. Kijk, het nou, is helemaal stel ik niet... voor dat Nicky de volgende aflevering hetzelfde aantrekt. Ja, maar we keuren het niet af. Als jij dat outfit voor mij koopt, trek ik het aan. Want het is van een hele dure designer, Ashi Studio, nooit van gehoord, maar niet te betalen. Nee, maar ik vind dit, ja, ik vond dit gewoon heel erg mooi. En voor mij het hoogtepunt, we hadden het er net al over, over Chrissy van John Legend, de vrouw. Nou, dit vind ik te gek. Ik vond haar eigenlijk de winnaar van de avond. Ze is zwanger en ver ook. En dan zo eruit zien met zijn mooie buik. En dan die steentjes, dat metaal. Jij wilde aanraken. Bo, ga daarin, ga daarin. En heb je nog iemand die helemaal mislukt is? Nee, ik wil ook nog even Elton John. Dat vind ik dan als man, want als man val je altijd een beetje af. Niemand heeft het over je. Je moet goede muziek maken, maar kleren doet gewoon niet. Dus yes. Ja, ik ga zo meteen ook even bij jou op de stoel zitten voor die beenverlegging. Ja. Nee, maar vertel eens even. Nee, maar met Elton John? Ja, Elton John, ja, die is een beetje uit verhouding, maar heeft hier wel eigenlijk gewoon de Gucci-trend aan. Gucci is er gewoon nog stil. Eigenlijk, op dit moment gewoon nummer 1. Die doen het waanzinnig. En hij gaat daar gewoon niet mee. Het is fun, het is grappig. Als jij het aan zou trekken, zou je vrouw waarschijnlijk ook zeggen... doe het alsjeblieft niet, schat. Mijn man moet het ook niet aan. Hij moet het gewoon doen. Hij gewoon hoort cool. Het hoort bij hij hem. Hij valt op, te gek. En wie ik dan echt een beetje minder vond... was tot slot. Mij, ja, tot slot. Pink, die is ook gekleed in Armani. Oh. Maar ik vind dit een beetje, ik vind het gewoon zonde van de stof. Het is uit proportie, het is een beetje gevoelsmaat dat je denkt, ja, je bestelt zo'n hele grote taart, wie komt eruit? Ja, ze is ook niet echt gelukkig. Pino heeft ze aan. Nou, ja, gekleurde Pino voor je Sesamstraat. Vernieuwing van Sesamstraat. En ik vond Katie Holmes. Vond ik een beetje een grijs muisje. Oh, Katie Holmes nog even? Oké. Okay. Ja, niet deze, want hier lijkt je nou Nicky Journey Show. Maar hier, kijk. Nee, Bo, we gaan er even op door. Oké, okay. Nee, we zijn klaar. Een dit is mooi grijs muisje. Ja, oké, okay, dank je.